een paar afleveringen van Ik Vertrek kijken. En die mensen zijn echt bizar. Ik had een aflevering gezien met Theo en Jolanda. Gingen ze een pannenkoekenrestaurant beginnen in fucking Gambia. Als ik dat had verzonnen, hadden jullie gedacht van, je moet echt minder blowen. Want ik had dat gekeken en toen een paar dagen later, toen was er ineens een burgeroorlog in fucking Gambia. Geen zorgen maken om Theo en Jolanda. Maar de media die zei, gingen ze Theo en Jolanda bellen. En zeiden ze, alle buitenlanders moeten land uit vanwege die burgeroorlog. Vertrekken jullie ook? En dat is classic. Zei Theo, nee! Nee! We hebben onze keuze gemaakt. Met ons pannenkoekenrestaurant. En we blijven gewoon hier. Het is nog net niet dat hij zei, luister, als je heel de dag oorlog hebt gevoerd, heb je aan het eind van de dag echt wel trek in pannenkoeken. En wij zijn zelfstandig ondernemers en wij duiken in dat gat.